oor die motief van God. Waarom doen God sekere dinge? Want een motief is die rede hoekom ons iets doen. Want ons is in een kamer en kom, en daar lê 'n lijk. En een van die eerste dinge wat ons moet uitvind is, wat was die motief van die persoon, om daar die persoon dood te maak, by die klassieke moord. As jy kan uitvind, wat was die rede, wat was die motief van daar die persoon, weet jy wat was hy plan? As jy weet wat is die plan, kan baie mense betrokke raak, forensies, speeders die hof enzovoorts. So dit is belangrijk om te weet, wat is die motief in die saak. Soos bijvoorbeeld, kom ons vat ligsakke in een kar. As jy kan weet, wat is die motief van een ligsak in een kar, kan een ingenieurs betrokke raak. Daar kan mechanische mense betrokke raak. En ek verstaan op die oomblik in Europa, word ligsakke geweldig gesteel, diefstal uit voertuie. Want daar is een sekere waarde daaraan. So, om te weet wat is een motief, beweeg wat, weet jy dan wat beweeg daar die persoon, en jy kan daarby betrokke raak. Soos ook as in die week, by een lesing, oor vaccinatie, inenting, en die motief, om een vaccinatie te kry, inenting te kry, is om daar die ding, wat jou gaan siek maak, in een ander vorm in jou lichaam te kry, in een dooie vorm, of in een ander vorm, En zodra dit in jou lichaam is, in een ander vorm, dan wanneer jy daar die probleem ontmoet, soos HIV, dan ontwikkel jou eie lichaam teen lichaampies, en dan is daar nie een probleem nie. En in die proces van vaccinatie, as ander mense weet wat is die motief, om daar die probleem in jou lichaam te kry, dit is ook omdat dan aptekers en dokters, en die verskeie groep mense betrokke raak daarby. En as ons kan weet, wat is Godse motief? Wat is die rede, hoekom my mense op die aarde sit? Wat is die rede? Dan kan ons met ons drome, en ons planne, en ons toekoms, by God betrokke raak, by sy plan, dat ons 100% inskakel, by Godse plan. Want, as jy die koerante lees, en die briewe, dan kan daar een verwronge idee na ons toekom. Wat is Godse motief? En ek wil graag twee van die meest bekende gedeeltes in die woord van die Here vanoggend aanhaal. Eers Psalm 23, dat ons kan sien, wat is Godse motief? Waaroor gaan dit vir hom? Wat beweeg God? Wat gaan maak dat God in jou situasie beweeg? Wat gaan maak dat God in jou bediening beweeg? Wat gaan maak dat God beweeg in jou werk, in jou familie? Wat is Godse motief? Ons kan enige stuk kyk, enige gedeelte, enige deel van ons lewe, ons huwelik, die kinders, die het of die nie het. As ons weet wat is Godse motief, dan sal ons weet hoe om ons planne in te skakel by Godse groot plan. Kom ons lees Psalm 23, 'n Psalm van Dawid. Dan kan ons sien, waaroor gaan dit? Waaroor gaan dit vir die Here? Die Here is my herder. Het gaan oor my. Niks sal my ontbreek nie. Het gaan oor my. Ek. Hy laat my, ek, neerlê. Groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my in, ek. Kyk waar gaan dit, gaan oor my. Hy verkoek my siel, ek. Hy lei my in die spore van geregtigheid. Kyk hoe belangrijk is ek, ek. Hy lei my in die spore van geregtigheid. En dan vers 3, om sy naam ontwil. Skielik gaan dit nie meer oor my nie, gaan dit nie meer oor die mens nie, om sy naam ontwil. Godse motief is om sy naam ontwil. Dit gaan oor God. As ons dit nou weer lees, met die perspektief van Godse motief, hoor hoe klink Psalm 23 nou? Die Here is my herder,
niks zal mij ontbreken niet. Omdat die Heere mijn herder is. Hij, God, dus ook om niks mij zal ontbreken. Dus Hij. Hij laat mij neerlee. Omdat Hij mijn herder is. Nou laat Hij mij neerlee. Hoe ontwikkel dit nou? Omdat dit Hij is. Zijn naam. Hij laat mij neerlee in groen weivelde. Naar waters waar rus is. Lei Hij mij in. Hij is hier met mij lei. Het gaat niet over mij niet. Het gaat oor om. Hij is die bron. Hij is die kracht. Dus om zijn naam is ontwil. Hij verkoek mijn ziel. Hij doet dit. Omdat hij mijn herder is. Omdat hij mij lei. Omdat hij mij naar plekken toe vat. Is mijn ziel verkoek. Het gaat oor om. Niet oor mij niet. Niet oor die mens niet. Hij lei mij. In die spoor van gerechtigheid. Om zijn naam ontwil. Al gaan ik ook in het dal van doodskade weer. Ik zal geen onheil vrees nie, want I is met mij. I stok en I staf vertroos mij. God is centraal. God gecentreerd. Dit gaan oor die Here. Elke zaak zal in een richting beweeg. Als het gaat om zijn naam. Maar dit is Gods motief. Dit is wat God laat beweeg. Zijn motief gaat door zijn naam. Zelfs in doodskade weer gaat het door die Here. Zelfs op ons laatste dag. Zelfs op ons laatste asem. Zelfs als die leen komt dat het ons laatste dag is, dan is het niet ons laatste dag niet. En die doodskade weer gaat het door die Here. Dit gaat niet oor die mens nie. Kom eens kijken naar Johannes 3 vers 16. Zeker die meeste bekende gedeelte in het Nieuwe Testament. Johannes 3 vers 16. In aand is daar klop aan die deur. Dis Nicodemus wat klop. En hy word oopgemaak. Hij is de overste van die Joden in vers 1. Hij komt naar de Heere Jezus toe. En hij vraagt voor de Heere Jezus: Rabbi, ons weet dat jy leraar is, wat van God gekomen is. Want niemand kan hierdie tekens doen wat u doen, als God niet met hem is nie. Jezus antwoordt en sê vir hom: voorwaar, ik sê vir jou, als iemand die weergebore wordt niet, kan hy die koninkryk van God niet zien nie. Die Jezus sê van, jy gaan het so ver mis, jy gaan het nie sien nie. En dan hou die gesprek aan, en sê, dis deur water, en geest, die water is om jou te reinig, en jy moet die geest kry, die geest wat God uitstort, jou geest moet niet word. En dan, in vers 14, en soos Moses, sê die Heere Jezus, en soos Moses die slang in die woestijn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word. Dit gaan, selfs in wedergeboorte, in elke saak, oor die verhooging van God. Dit gaan oor die Here. Dit gaan oor niks anders as die Here nie. En ons kan na elke vers en elke gedeelte in die woord kyk. Die kern daarvan, die richting daarvan, is God gecentreerd, nie mens gecentreerd nie. En ons kan ook die waarheid by die waarheid uitkom, want wat is die leen en wat is die waarheid in hierdie sake? Johannes 1, kom ons gaan eerst naar Johannes 7 vers 18. Want die een wat hom stuur, as hy praat, oor iemand hom gestuur het in sy eer, is het die waarheid. So hoe weet ons wat is die waarheid? Hoe weet ons dat dit die waarheid is? Is wanneer ons praat, en die persoon praat, tot eer van daar die persoon hom gestuur het. So elke prediker, wat praat, tot eer van God, hy praat die waarheid. En het werk, soos 'n konfytbottel, met onfeit in.
Ons is soos die konfyt. Want die vraag is, hoekom? Hoekom moet ons nou eindelijk vir die Here al die eer gee? Wat is er dan in vir ons? En het werk soos konfyt. Want die enigste rede, hoekom daar is een konfytbottel, die enigste rede, hoekom daar die konfyt behoue bly en iets werd is, is omdat daar in die konfyt een preserveermiddel is en om die konfyt glas is in een glasbottel. So die enigste rede waarom die konfyt een smaak gee, is omdat daar iets in die konfyt is en iets om die konfyt is. En wanneer alles gaan oor die konfyt, dan kan die konfyt vrot. Dan kan hy smaakloos raak, kleerloos, geerloos, kan hy niks word. Want die glas beskerm die konfyt. En die preserveermiddel binnen die konfyt beskerm die konfyt. So dit gaan oor dit wat die konfyt bewaar. En hy is ons bewaarder. Met hom om ons en met hom binnen ons word ons bewaar. Soos wat die konfyt bewaar word. Maar die fokus moet dan wees nie net op die konfyt nie. Want as jy baie geld het en het baie gezondheid en het baie geleerdheid, kan jy dalk uit die bottel uitklim en die preserveermiddel wegstoot. En jy kan behoue bly deur jou gezondheid en jou kennis en jou geld. Maar dit is ook een punt. Want wat die konfyt nodig het, is hy preserveermiddel in hom, in die glas om hom. Dan bly hy behoue. Dan is daar de toekomst vir hy konfyt. En die selle met ons. Ons moet so in Christus wees. In Christus in ons. Dat die focus op sy naam is. Terwille van hom. Jesaja 43 vers 25. Elke keer as daar van verlossing gepraat word, in die psalms, dan gaan het oor om my naam ontwil, sê die Here. Die Here verlos ons, die Here plaas ons en preserveer ons en behoed ons om sy naam ontwil. Geen ander rede nie. Ek het jou verlos, jy is myne, sê die Here. In Jesaja 43 vers 25, om my naams ontwil. Elke keer in die psalms van verlossing gepraat word, as jy verder lees, om my naams ontwil. Is sal wel een koning hee. Samuel sê nee. Dis die Godse wil vir julle nie. In Samuel 12 vers 22, volk begeer een koning, julle kwaad is groot in die oog van die Here, sê Samuel van julle, maar terwille van sy naam, sal julle nie verwerp word nie. Terwille van sy naam, die Here bewaar hulle terwille van sy naam, om hulle en in hulle. Paulus sê in Romeine 9 vers 17, Farao, ek het jou laat optree, sodat my naam verkondig kan word. Selfs Farao moet besef, selfs groot leiers moet besef, dat hulle is nie so groot, en so sterk, en so machtig nie, om rede, voor die begin van die geskiedenis, hulle gezichte op muntstukke is nie, en op note is nie, en in geskiedenisboeke is nie. Het is terwille van sy naam. Jesegiel 20 vers 9, ek het in Egypte gehandel, terwille van my naam. Dit gaan elke keer net oor God.
Daar wordt een kerk gebouwd volgens Oude Testamentische traditie. 2 Samuel 7 vers 13. Ik zal voor mijn naam een huis bouwen. Die hele gedachte over kerk en structuren gaan over zijn naam. Die succes daar gaan over zijn naam. Maar ons moet toch weer werken ook doen. Ons moet zeker dingen doen. En hier Jesus, in sy bergpredikasie in Matteus 5 vers 16, sê hy, laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader in die hemel kan verheerlik. Ons goeie werke, die dinge wat ons doen, gaan daar oor, om die Vader te verheerlik. Nie om gered te word nie. Ons word gered, as ons op aanneem. Ons moet so functioneer door ons goeie werke, dat die mense dit sal sien. En die sal sê, daar is bevordering vir jou nie. Daar is geld vir jou nie. Die focus moet wees, om die Vader te verheerlik. Ek vermoed, kyk julle goed vanoggend, dat allemaal hier, het hulle tanden geboorsel. Maar die vraag is, hoe het jy die hulle tanden geboorsel? Want 1 Korintiërs 10 vers 31 sê duidelik, hoe moet jy die hulle tanden geboorsel? Is daar enig iemand wat geskree het op die kinders vanoggend in die huis? Prys die Here, niemand nie. Ek skree nie in die oggend op my kinders nie, ek bly in 'n groot huis, moet hard praat. Luister, hoe moet jy jou tanden borsel? 1 Korintiërs 10 vers 31. Of jy dan eet, of drink, of enig iets doen, doen dit tot verheerliking van God. Selfs in die konflik situasie, stap dit net weer terug, dat dit tot eer van die Here wees. Dan sal jy dalk sagter praat. Die oplossing vir 'n huweliksprobleem, dit moet tot eer van die Here wees. Nie tot eer van jou nie. Het gaan nie oor jou nie, het gaan oor die Here. En sodra dit oor die Here gaan, is hy so betrokke, dat dit 'n sukses moet wees. Die konfyt bly behoue, omdat daar 'n fokus is op die glas en die preserveermiddels. Selfs as hierdie aarde voorbij is, en die nieuwe Jerusalem daal neer, sê Openbaring 21 vers 23, want die heerlikheid van God het die nieuwe Jerusalem verlig. Sy heerlikheid gaan tot in ewigheid wees, en ons fokus moet daarop wees, want alles wat ons vra in sy naam, dit sal ons kry. Dit gaan nie daar oor om aan die einde van die gebed een paar woordjies te sê nie. In die naam van Jesus Christus, amen. In die naam van Jesus betekent dit tot sy eer, tot sy verheerliking. Ons is mens op die aarde, en het sekere dimensies, wat traumatisch is. Geldsake, daar die situasie met jou vriende en familie, met jou kinders, daar die probleem wat jy na kyk, en jy het nie een woord daarvoor nie. Die oplossing, is tot sy eer. As jy in die situasie ingaan, tot sy eer, is die oplossing tot sy eer, en is daar 'n uitkoms.
Hoe bouwen we onze gemeente? Hoe bouwen we onze toekomst? Hoe bouwen we onze huwelijk? Hoe bouwen we je gezondheid? Hoe functioneer je bij je werk? Hoe functioneer je in die kerk? Er zijn zoveel boeken. Er zijn zoveel gedachten. Dat je weet niet waarom te vatten en te lossen. Maar je gaat smaken als je zo'n confit in die bottel is. Binnen Christus. Christus binnen jou. Die focus is niet op jou nie. Dis waar jy is. In Christus. Tot sy eer. Het gaat oor sy naam. Sy verheerliking. Onze syne. Sy motief is sy naam. Sy richting is sy naam. Kom ons bid. Zodat hierdie waarheid deel mag wees van ons week, ons dag, ons levens, ons familie, ons kerk, ons bediening, tot sy eer. As daar iewerste een ding is, een gedachte is, een dimensie is, waar het oor jou eer gaan, oor die mense eer, oor jou baase eer, oor die dominee, die pastoor, jou talent, as het oor jou gaan, kom ons bid, zodat dit vervang kan worden, zodat dit omgedraaid kan worden, zodat ons weg kan draaien daarvan, zodat door Godse eer kan gaan. Ons hemelse Vader, ons kom in die dag naar u toe en ons vraag dat u regtig net vir ons elke ding sal wys, waar het gaan oor enig iets behalwe u eer. Hier is dat ons regtig met u krag en met u binnen ons, om ons en vir ons, so sal functioneer dat ons niet gemotiveerd sal wees door vrees die Heere. Dat ons niet gemotiveerd sal wees om ons eie talente daar te stellen. Dat ons niet gemotiveerd sal wees door ons volgende bevordering en dat die motief sal wees diezelfde als Isene. Tot eer van die naam. Tot eer van die naam. Heer Jesus, ons wil net elke ding weg en uit ons uitbid wat niet tot die eer en die verheerliking is nie. Laat ons sal functioneer en mens wees in klein groepies en groot groepies en selfs daar waar ons alleenig is, waar geen oog ons sien nie, waar niemand van ons weet nie, daar waar ons alleenig is met ons gedagtes, dat het ook daar sal wees tot die eer en die verheerliking terwille van die naam. En ons bid het zodat ons het ook zal verstaan wat het betekent in die naam van Jezus. Want U sê alles wat ons in die naam vraagt, dat zal ons krijgen. En ons vraagt het, ons vraagt toekomst in die naam van Jezus. Amen.